Op veel plaatsen is het vanochtend bewolkt boven ons land. Die zon met bewolking gaat geleidelijk richting het noordwesten trekken. En in de loop van de dag breekt dus vanuit het zuidoosten de zon steeds vaker door. Op sommige plaatsen waar de bewolking dik genoeg is, kan er misschien een spat lichte regen of motregen vallen. Vanochtend, dus in het zuidoosten, mogelijk al wat zon. Ook heel vroeg in de ochtend op de Waddeneilanden eilanden is de zon gezien. En vanmiddag gaat de zon dan vaker doorbreken vanuit het zuidoosten. In de noordelijke helft en in het noordwesten blijft het vaker bewolkt. Daar het minst mild met een graad of 9. In het zuidoosten kan het 13 graden worden en dat alles bij een meest zwakke wind. Vanavond blijft het bewolkt in het noordwesten. In het zuiden zijn opklaringen aanwezig en in die opklaringen koelt het dan vannacht ook af, naar zo'n 1 graad. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan een graad of 4. Morgen komt het front weer terug en dan wordt het op veel plaatsen korte tijd bewolkt. Met soms wat lichte regen of motregen. Uiteindelijk wordt het dan weer droog en vanuit het noordwesten breekt de zon vaker door. 9 tot 12 graden de temperatuur en daarbij een meest zwakke tot matige wind. Maandag dan vallen er overdag een paar buien en in de ochtend is er vooral nog ruimte voor de zon bij 7 tot 10 graden. Dinsdag en woensdag wordt het een stuk wisselvalliger. Met woensdag in het noorden kans op wat natte sneeuw. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl